De 45-jarige Nawin B. is nog steeds in shock. Ik zag gisteravond lichten door de lucht en een scherpe flits, begint hij zijn verhaal. Ik dacht dat dit soort dingen alleen in films konden gebeuren en ik had nooit durven te dromen dat dit mij ooit ook zou overkomen, vertelt hij verder. Iemand zei dat het een meteoriet was. Maar nu weet ik dat het iets anders was. Vanmorgen in mijn woonkamer en mijn vrouw was naar de markt met mijn zoon en schoondochter. Bij mij thuis is de keukendeur altijd open. Ik hoorde een geluid en ik dacht dat het mijn buurman was die even langskwam om zijn brushcutter die ik geleend had op te halen. Toen zag ik een klein vreemd wezen bij de deur staan. Ik greep mijn telefoon en begon te filmen. Het wezen rende via de keukendeur naar de slaapkamer van mijn zoon en sprong uit het raam. Ik dacht dat ik droomde tot ik de video weer bekeek, zegt Nawin. Dit is wat Nawin opgenomen heeft. Let op, deze video bevat zeer schokkende beelden, dus bekijk het op eigen risico. Patricia M. te Kommewijnen beweert ook hetzelfde meegemaakt te hebben en dat er aliens contact met haar gemaakt hadden. Zij raakte in avond in een zeer vreemde trance. De doodsbange Patricia beweert dat zij in de ochtend een klein wezen in een goot voor haar huis zag, en toen zij een hark ging halen om het wezen uit het water te halen, bleek het wezen verdwenen.